Hallo, dit is Edwin met een video over Windows Server 2019, gebaseerd op het boek Netwerkbeheer met Windows Server 2019 van Jan Smets. In deze video gaan we de standalone server configureren en checken we of we een internetverbinding hebben. In deze video wordt gebruik gemaakt van VMware 15.5, die via VMnet 8 onze internetverbinding regelt. Deze wordt via DHCP toegekend en simuleert eigenlijk onze internetprovider in dit geval. De tweede netwerkverbinding is verbonden aan het Polyforma-netwerk en krijgt geen IP-adres toegekend. Allereerst gaan we de basisconfiguratie van de server PFSV01 aanpassen. Dit kan heel handig vanuit de Server Manager onder Local Server. Hier vind je de overzicht waarbij de instellingen vanuit links uit de Server Manager snel bereikbaar zijn. Als we naar de naam van de computer kijken, zien we daar een tijdens de installatie gegenereerde naam. Deze zal bij iedereen anders zijn. In mijn geval is het WinH6A7T5NDPTN. Niet echt een handige en makkelijk te onthouden naam. Die gaan we aanpassen in PFSV01, wat staat voor Polyforma Server 01. En als we dan toch in hetzelfde scherm zijn, kunnen we meteen de werkgroepnaam aanpassen naar PF Werkgroep. Zodra je dat gedaan hebt en op OK drukt, dan duurt het nog wel even voordat de instellingen actief zijn. Dat is normaal. Uiteindelijk krijg je de melding: "Welcome to the workgroup PF Werkgroep." En als je deze sluit, krijg je de melding dat een herstart nodig is. Deze bevestigen we met OK en we sluiten het computernaam domain changes venster. Er komt een nieuwe melding met de mededeling dat er een herstart nodig is. Welke we wegklikken met "Restart later", want we willen nog wat meer instellingen aanpassen. Je bent weer in de local server van de server manager beland. Bekijk even de instellingen en zie dat de twee netwerkverbindingen geconfigureerd zijn met DHCP en IPv6. Op het lokale netwerk hebben we helemaal geen DHCP, dus dat moet sowieso aangepast worden. Dat gaan we dus ook doen. Klik op een van de links achter de netwerkverbindingen Ethernet 0 of Ethernet 1 en je wordt naar het scherm Network Connections geleid. Daar staan de beide netwerkadapters. Zoals je ziet. Heeft één van de netwerkadapters een verbinding? Dat kun je zien aan de vermelding Network. En de andere heeft 'unidentified Network, omdat deze geen IP-adres toegekend heeft gekregen. We gaan eerst even controleren of we inderdaad een internetverbinding hebben, en openen daarvoor Internet Explorer, die standaard bij Windows Server geïnstalleerd staat. We tikken nu.nl in op de adresbalk en meteen krijg je een melding. Op een server staat de browser zeer sterk ingesteld. Dus je wordt oversteld met waarschuwingen. Deze melding geeft aan dat je een beveiligde verbinding gaat gebruiken over HTTPS. Nou, daar zijn we blij mee. En deze melding hoeft dan ook niet terug te komen. Plaats dus een vinkje en sluit de melding. Nu wil de server weten of je de website vertrouwt. We willen hem zien, dus voegen de website met add to aan de Trusted Zone. Voor verhoogde veiligheid willen we alleen websites kunnen bezoeken met een beveiligde verbinding, dus zetten we een vinkje bij require server verification, https, voor all sites in this zone. Vervolgens krijg je nog een aantal andere URL's te zien. Dat zijn de URL's van de adverteerders van nu.nl. Daar zitten we niet op te wachten en die sluiten we dus allemaal. Uiteindelijk zie je de website van nu.nl zonder advertenties. De internetverbinding werkt. Dus sluiten we Internet Explorer en gaan de netwerkverbindingen instellen. Klik op de Ethernet verbinding met Unidentified Network. Dat is bij mij Ethernet 0, maar kan in jouw geval ook Ethernet 1 zijn. Dat ligt er namelijk aan welke netwerkverbinding je in VMware aan welk netwerk gekoppeld hebt. Als je met de rechter muisknop op de netwerkverbinding met Unidentified Network klikt, dan krijg je een submenu waar we kiezen voor Properties. Bij de netwerkeigenschappen doen we dan de volgende instellingen. We schakelen IPv6 uit door het vinkje ervoor weg te halen en we geven de server een zogenaamd statisch IP-adres, waardoor de server altijd op hetzelfde IP-adres bereikbaar is. Klik hiervoor op IPv4 en dan op Properties. Let erop dat je hier het vinkje niet weghaalt. We geven de server het IP-adres 192.168.101.11. En dat met het subnetmasker 255.255.255.0, wat dan automatisch voor ons ingevuld wordt, en sluit het venster. Klik daarna nogmaals met de rechter muisknop op de verbinding en kies voor Rename. We geven de verbinding de makkelijker herkenbare naam LAN Connectie. We bekijken ook de netwerkproperties van de andere verbinding en halen ook daar het vinkje weg bij IPv6. De IPv4-instellingen kun je hierop automatisch laten staan, aangezien VMware netjes jouw server een IP-adres verstrekt op die verbinding. Deze verbinding noemen we vervolgens internetconnectie. Sluit het venster Network Connections en controleer nog even de instellingen in je Local Manager. Als deze nog niet aangepast zijn, kun je bovenin kiezen voor Refresh. Dan is het de beurt aan de updates. Op een server is het onwenselijk dat er automatische updates worden geïnstalleerd. Dit wil je zelf onder controle houden. Dus schakelen we de automatische updates uit. De updates zijn nu nog ingeschakeld als we dit checken. Typ services in de zoekbalk en klik op de verschillende icon. Zoek nu naar de service Windows Update. Klik hierop, kies properties en stop de service. Zet vervolgens de service op disabled. Als je nu een refresh uitvoert op de local manager, zie je dat updates op de status unknown staat. Dat is correct. Alle instellingen zijn nu doorgevoerd in de local manager. Op één na. De computernaam is nog steeds dezelfde. Dus tijd om die herstart door te voeren waarna het instellingen van de naam omgevraagd werd. De server wordt opnieuw opgestart. En als je na de herstart opnieuw in de local manager kijkt, dan zie je dat de naam is aangepast. Check nog een keer je internetverbinding. En als deze ook nu nog werkt, dan is hoofdstuk 1 van Netwerkbeheer met Windows Server 2019 volledig afgerond.